Beste kijkers, vandaag op deze nationale feestdag, Gentse feesten, maar ook feest hier bij Martijn. Vertel even Martijn, het is al 7 jaar dat je hier de mensen een beetje verwendt met jouw gazettenpraat, of hoe moet ik het vertellen? Ja, het is dus zo dat ik 7 jaar geleden, na mijn BRT-avontuur, moest ik een inkomen hebben natuurlijk. En wij hadden eigenlijk, begin de jaren 70 hadden wij met nog 2 andere studenten een zeer goede studentencabaretgroep. En ik heb voor mezelf altijd gezegd, als ik dit zou kunnen doen ooit nog in mijn leven, om mijn boterham daarmee te verdienen, dat wil ik doen. En dat was toen mijn uitweg en ik ben daarmee begonnen. En de titels Ezels, Take-off, Smoelpap, wat was het nog allemaal, Bal Populair en nu is het gazettenpraat inderdaad. Ja. Mensen vinden altijd leuk om de laatste verhaaltjes uit de krant te halen en er toch maar iets op, leuk over te vinden. Hè? Ja, zo is dat. En er staan tegenwoordig zoveel zaken die zo ongeloofwaardig zijn, maar toch waar zijn, dat je eigenlijk als cabaretier verplicht bent om daar iets rond te doen. Ik heb het ook in mijn show gezegd, of in mijn programma gezegd. Vroeger schreven wij dingen en verzonnen wij bepaalde zaken, omdat we zeker wisten dat ze niet bestonden. Maar als we dat nu doen, zeggen de mensen, ja, dat is al achterhaald. Het is zo moeilijk, want wat vroeger fictie was, dat is het nu echt niet meer. Wat moet je dan doen? Allee, wat moet je dan doen? Hoe lang heb je daar nu aan gewerkt aan dit programma? Daar is natuurlijk veel werk aan. Dat is, in zijn totaliteit is dat 40 bladzijden. Maar hoe gaat dat? Je moet dat volschrijven. Je moet dus eerst de zaken bedenken. Je moet de zaken bedenken en gaan zoeken. Gaan zoeken wat je allemaal in aanmerking kan nemen. En als je die onderwerpen hebt, dan moet je die zaken gaan vervormen en gaan schrijven en daar een verhaal rond verzinnen. Daarna moet je dat instuderen. Hè? Dan moet je dat gaan repeteren. En dan moet je daar eigenlijk een speelbaar stuk van maken voor het publiek, waarvan je vermoedt dat zij precies met dat soort dingen gaan lachen. Dat is, uiteindelijk is dat het moeilijkste. Als je voor dat publiek gaat staan, dan moet je je afvragen, waar gaan ze mee lachen? Natuurlijk, je kent een beetje je Pappenheimers wel, maar het is toch moeilijk hoor, want ook dat evolueert. De mensen die lachen met bepaalde dingen vandaag de dag niet meer, waar ze 10 jaar geleden wel zouden mee gelachen hebben. Ja, de gewenning treedt op en de mensen zijn heel veel gewoon natuurlijk tegenwoordig. Natuurlijk, de actualiteit is in de Mexicaanse griep, Britney Spears en zo meer. Ja, inderdaad. Ja. Dat van Britney Spears was wel straf natuurlijk. Hè. Een koortje van haar tampon dat er zo door het grondvlak van die stoel te zien was tijdens een optreden in Anaheim. En 2 Gentenaars die daar zaten en die dus een stickers van het Rode Kruis wilden verwisselen voor de tampon. En zo. Ja, natuurlijk, je moet het een beetje je moet het opkloppen tot iets wat nog surrealistischer wordt eigenlijk. En natuurlijk ook in gezellige cafeetjes schoot je wel het een en het ander? Ja, ik neem nogal veel contact met mensen en ik praat nogal veel. En ik ben al heel mijn leven eigenlijk ook met talen, met dialecten bezig. En ik raap daar dingen uit en ik zet die samen. En ik typeer ook de mensen in hun provincie. En dat hebben de mensen eigenlijk wel graag. Ik heb sympathie voor alles en voor iedereen. Martijn, de vuile was uithangen is een beetje kort samengevat. Ja, wat hier allemaal aanhangt aan deze wasmolen, dat zijn eigenlijk allemaal, ik zal niet zeggen de grofste titels uit de kranten, maar is een representatieve doorsnee waar de kranten en de redacties denken dat de mensen mee bezig zijn. Zo is dat. Dus wat moet je doen? Je moet daarop inspringen, kort. Tegen het podium, je moest er natuurlijk naar omhoog kijken. En er moet iets fout geweest zijn met de stoelen, want door het grondvlak van de stoelen kwam het koortje van haar tampon daardoor. U loopt mij niet tegen?